Goedemiddag allemaal. Nou, we zijn een week met het dieet bezig. Ja, eigenlijk 5 dagen dat we het echt goed doen. Dus dat we niet denken van, oh nou, dat kan waarschijnlijk wel. Want dat blijkt dan achteraf als je op de weegschaal staat dat dat eigenlijk niet kon. Dus we zijn ons wat meer gaan beperken en gigantisch afgevallen. Ik althans. Ik niet. Ik punt 7 kilo. Dus ik troost mezelf met het idee dat het goed is. Want dan blijft je wel tenminste strak, natuurlijk. Dus we zijn in het kader van het gezond eten afgestapt van die gigantische hoeveelheid vlees. Waar Marjan ook al op doelde, al die proteïnes, helemaal niet goed voor je. Dus we zijn nu op stap geweest naar een man hier in de buurt. Die heeft een heel vakantieresort waar je kan blijven, helemaal geweldig. Moet ik ook nog eens een keer iets over vertellen. Maar in ieder geval, hij heeft een moestuin en we zijn op de Scott Bike daar naartoe geweest en we hebben groenten gekocht. Moet je even kijken hoe mooi dat eruit ziet. Nog een hele zak vol. Kijk. Nou, van alles zit erin. Ja, noem het maar op. Nou Wilma, wat zit er dan in? Nou, van die hele hete pepertjes en allerlei soorten sla, een courgette en een paprika. En ik ga nou een lekkere salade maken met tonijn. En wees niet bang, ik ga er geen kooksite van maken, dat ik ook nog ga uitleggen hoe ik die salade maak, want dat is natuurlijk bijzonder melig. Maar in ieder geval, dat gaan we nou vanmiddag eten. En het is echt puur natuur, dus ik ben benieuwd hoe lekker het is, maar het zal ongetwijfeld goed komen. Nou, morgenochtend gaan we weer op de weegschaal en morgen is het cheat day. En dan mogen we eten wat we willen. Maar eigenlijk ben ik al bijzonder terughoudend, want ik denk, ja, waarom zou ik dat doen? Dan kom ik natuurlijk meteen weer aan, zo schiet het niet op. Dus ik ga nog even kijken, maar ja, ik heb hier een zak winegums liggen. Dat wordt heel moeilijk om daar vanaf te blijven als je ze eigenlijk mag hebben. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een fijn weekend hebben en ik spreek jullie volgende week weer. Doei!